Mijn naam is Janna Vrijsen. Ik werk als senior onderzoeker en ik doe onderzoek naar depressie en specifiek naar cognitieve factoren bij depressie, dus denkprocessen. Ik doe dus onderzoek naar mensen die depressief zijn. Dat zijn heel veel mensen in Nederland en wereldwijd. En daarbij is depressie een hele erge ziekte. Het is denk ik heel belangrijk om meer te weten wie krijgt een depressie, hoe ziet die depressie eruit en beter ook hoe kunnen we het behandelen. Waar ik me voornamelijk op richt zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is echt in kaart brengen wie wordt nou depressief en wat zijn nou processen die daaraan bijdragen. En het tweede stuk is hoe kunnen we die processen gebruiken om mensen beter en sneller te behandelen. En iets specifieker kijk ik naar hoe dingen in het hoofd werken, cognitieve processen, dingen die niet zo heel makkelijk uit te vragen zijn, die mensen vaak ook zelf helemaal niet zo heel goed weten, om dat te meten. En dat meten we bijvoorbeeld met computertaken, dat kunnen we ook meten door mensen in een scanner te leggen, een MRI-scanner, door bepaalde processen, aandachtsprocessen te meten met allerlei computerachtige dingen. Het ziet er soms een beetje gek uit, maar we meten daar wel wat beter mee. Wat gebeurt er nou in dat hoofd en hoe kunnen we dat ook weer gebruiken om mensen wat sneller en beter te behandelen. Wat onderzoek doen mij brengt is heel veel lol, heel veel inspiratie. Ik vind het echt heerlijk om te puzzelen, om te kijken van goh, wat weten we nog niet, hoe kunnen we dat te weten komen, wat is een slimme manier om dat te doen, hoe doen andere mensen dat, hoe kunnen wij dat weer inzetten of verbeteren. Het belangrijkste vind ik als ik fijne, positieve reacties krijg van mensen die aan mijn onderzoek hebben deelgenomen. En specifiek mensen die nu depressief zijn of depressief zijn geweest, die waarderen wat we doen. Maar vooral ook die zeggen dat ze, ondanks dat het niet goed met hun gaat, dat ze toch willen investeren in dat onderzoek voor de mensen na hun. Dat vind ik, ben ik trots dat ik daar aan bij kan dragen. Het tweede moment is, wanneer ik heel erg trots kan zijn, is als ik contact heb met onderzoekers over de hele wereld, over het onderzoek wat we doen. En we echt samen tot iets moois nieuws komen en we denken echt met alle kennis samen gewoon iets heel moois nieuws aan het maken zijn. Waarbij we mensen hopelijk nog wat beter kunnen helpen.